al die dingen en dan vergeet je soms dat je dat ding nog op hebt. Dat is ook heel grappig. Toen moest je lachen. Toen zei ik dat ik iemand dat ik zei ja. Kijk, sowieso vond ik het nice om bij TU Delft te kijken, omdat het wel bekend staat dat alle nieuwe technologieën gewoon bezig zijn daar. En ja. Met watermanagement, jullie hebben een rondleiding gegeven en ik vond het gewoon wel interessant om te kijken welke, dat ook hier in Nederland jullie bezig waren met te kijken van oké, wat doen we eigenlijk en hoe kunnen we dat beter doen. Nou, nu zien we afgelopen zomer en ook de zomer van 2018 was zo droog, zo heet. En dan zie je dat eigenlijk klimaatverandering ons al een soort van inhaalt en dat dat heel snel gaat. Dat dat echt, ja eigenlijk de afgelopen zomer zag je dat ook weer. En tegelijkertijd die hele heftige regenbuien, wat je natuurlijk ook in Limburg zag, waar dan je dan weer dit soort oplossingen ook nodig hebt, omdat je dan eigenlijk aan je standaard dijken niet genoeg hebt. Dan moet je ook gaan kijken in steden. Hoe ga je nou kritieke infrastructuur beschermen? Hoe ga je om met al het water wat dan opeens de straten inloopt? Dus dat zijn ja, relatief nieuwe uitdagingen waar we ook in Nederland en ook als TU Delft ja, echt nu op dit moment mee bezig zijn van daar hebben we ook andere oplossingen voor nodig. Het is wel een serieuze uitdaging en we gaan er allemaal last van hebben. Dus we kunnen allemaal wel zeggen ja, het is niet mijn verantwoordelijkheid of het is een nieuwe taak of we weten het allemaal niet. Zeker, maar als we niks gaan doen, dan gaat het nooit zeg maar, veranderen. Yeah. En daar speelt kunst denk ik best een hele interessante rol. Ik hoop dat mensen dit zien en aan de hand van ja, ons gesprek en dat mensen ook weten van goh, er zijn best wel wat dingen gaande die gesprek openbreken. Ja, en ook het feit dat wij hier nu zo staan, zeg maar, Rijksmuseum TU Delft of een soort van fotograaf en onderzoeker is, zegt iets over ja, dat je met dit soort grote uitdagingen heb je elkaar ook nodig. En dan moet je elkaar ook opzoeken. Dan moet je ook durven te vragen, goh, wat doen jullie? En daar ook van willen leren. Ja. Als TU hebben we een proeftuin, Flood Proof Holland. Eigenlijk erop ingericht om allerlei alternatieven te vinden voor de zandzak. Want de zandzak is gewoon een vrij traditioneel ja, product, om het maar even zo te noemen. Maar vooral een zandzak kan je niet hergebruiken. Dus op de polder zie je er ook wel een aantal liggen. Ze zijn zwaar, ze zijn onhandig. Maar vooral als je ze één keer hebt gebruikt, dan is het wel klaar. Dus wij gingen op zoek naar ja, alternatieven. Kan dat niet slimmer, kan dat niet sneller, kan dat niet duurzamer? Dus op Floppervolland testen we een aantal van ja, die tijdelijke keringen. En dit is er dus één van. En dat is inderdaad een soort, je trekt hem als een harmonica uit elkaar. Dus als je hem ziet liggen zonder water, is hij vrij licht. En je gebruikt eigenlijk water om water te keren. Dus je ziet hier dat er water op die voorste flap eigenlijk is gestroomd. Er zitten gaten in de barrier. En daardoor stroomt dat water er automatisch in, krijgt die massa en kan die water keren. Dus dit is een product dat je heel ja, relatief snel, makkelijk neer kan zetten. En, ja, eigenlijk tot nou ja, ongeveer 50, 70 centimeter water kan je hiermee tegenhouden. Ik had eigenlijk niet snel voordat ik bij de TU Delft ging werken bedacht dat ik ooit in het Rijksmuseum zou staan. Of dat ik iets van mijn eigen werk zou zien terughangen. Tegelijkertijd vind ik het ook weer niet heel erg gek. Omdat ook wel het doel ook is van de proeftuin is om vooral veel mensen ook uit te kunnen nodigen. Om echt concrete dingen te kunnen laten zien. En natuurlijk kan je dat op je eigen campus doen. En mensen weten ons ook relatief goed te vinden. Maar juist dat je hier op zo'n plek in het Rijksmuseum hangt. Ja, daarmee creëer je veel meer bewustzijn over dit soort thema's. Dus eigenlijk achteraf denken we hadden het veel eerder misschien wel dus hierover na moeten denken. Maar het is heel tof om te zien. Ja, echt heel leuk. Op deze foto zien we klei. En deze klei hebben we gebruikt in een stroomgoot in onze faciliteit bij de TU Delft. En in die stroomgoot hebben we die klei geplaatst, samengedrukt. En daar hebben we water overheen laten stromen om te kijken hoe dat water die klei erodeert. En hoe beter we dat kunnen begrijpen, hoe beter we dat mee kunnen nemen in onze modelleringen tegen dijkdoorbraken en overstromingsrisico. Ik had nooit gedacht toen ik ooit aan mijn promoveren begon dat ik in het Rijksmuseum zou komen te hangen. Dus ik vind het heel leuk en ik vind het ook grappig dat alle andere foto's ook een beetje met de handen iets hebben. Het is ook het is heel letterlijk, hè, een klei vasthouden, maar het is ook figuurlijk een beetje de natuur vasthouden. Want in de wereld vernietigen we de natuur eigenlijk al meer dan genoeg. En hier en na proberen we de natuur ook weer een beetje naar ons toe te trekken en te stimuleren. Zodat we ook van de natuur kunnen blijven genieten. Hoe heeft dit een relatie, zeg maar, met jullie onderzoek en relatie met klimaatverandering? Als wij proberen vanuit CO2 en groene energie, dus uit zonnepanelen en windenergie, proberen wij brandstof te maken op een duurzame manier die we hiervoor uit olie zouden halen. Nou, wat we in het lab zien is wel een aspect van de klimaatverandering die voor heel veel mensen wel verborgen blijft en die niet veel mensen kunnen zien. Maar dat we nu die foto's hebben, dat is toch wel heel leuk om te zien dat nu ook meer mensen ernaar kunnen kijken. Dus als je nu in een auto rijdt, dan stoot je CO2 uit en die blijft in de lucht zitten. Maar als wij die CO2 uit de lucht kunnen halen, die kunnen omzetten terug naar benzine en dan weer uitstoten, dan heb je eigenlijk een proces die over het algemeen niks uitstoot. En dat zijn jullie nu in het lab heel kleinschalig aan het uittesten? Ja.